Echt zin in een drankje? En mijn vrienden hadden ook al lang gezegd van Cisco. Koken? Zonder drank? Hoe doe je dat? Nou, normaal gesproken niet. Want dan kom je binnen bij mij en dan gaan de flessen prosecco of champagne gaan open. En dan gaan we lekker beginnen met een drankje. Kijk. Hoepa. Ik krijg een beetje jeuk van hem. Ik mis een bepaalde... echtheid of zo. Ik vind hem niet credible. Ja, nee, maar dat bedoelde ik net. Van, hij is niet zuiver, authentiek. Te gepolijst. En dan is dit... mijn ijsburger. Speciaal voor jullie. Een heel klein stukje Cisco op een bord. Als ik het eindresultaat op een bordje leg, dan ben ik over het algemeen wel tevreden. Het had er allemaal wel wat mooier nog uit kunnen zien. Het broodje had wat mooier gelukt kunnen worden. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Oh, we hebben een doorbraak. Ja. Ja, dat is lullig om te zeggen, maar ik vind ik helemaal niks. Sorry. Dat kan. Ja. Het ijs is helemaal gesmolten. Dus je had er net zo goed eigenlijk gewoon bijna een soort vanillesaus overheen kunnen gooien. Want ik vind het wel typisch. Het is ook typisch, maar je bent zelf ook best wel typisch. Dus dat op zich snap ik dat het bij je past. Gefrituurd ijs vind ik wel iets lekkers. Dus ik vind het echt wel punten voor de gedurfdheid. Alleen, ja, ik word er gewoon niet blij van. Qua hoe je het hebt uitgelegd, het was allemaal duidelijk. Alleen, je hebt het wel makkelijk gemaakt door te zeggen... ja, dat recept vind je op de website, dat recept vind je op de website. Het is absoluut origineel. En dat moet ik je nageven. Het is origineel dan een chocoladetaart. We gaan onze wegen scheiden. Okay. Ik ga vast mijn tas pakken. Ja, nee. Ik heb heel erg spijt van het gerecht wat ik heb gekozen. En... Ik denk dat ik misschien beter gewoon een boerenkool had kunnen maken of zo. En dan gewoon lekker over de Achterhoek had moeten praten. In plaats van de gekte die ik ben te proberen te vatten in een gerecht. Dus dat, nou ja, foute keuzes op het verkeerde moment. Ik ga mijn tas pakken, schat. Goed. Zie je later. Cisco. Wat een hel. Cisco. Ik ga eruit. Wat? Nee, het was niet te vreten en ik heb niet goed uitgelegd. Ging niet goed? Weet ik het wat allemaal? Echt? Ik weet het niet. Ik zie dat je echt fokt op bent, jongen. Ja, natuurlijk is het fokt op. Hij alleen niet gek maken. Hé, hey. Malle meid. Ik had hem nog niet zo gezien, dus het, dat ik dacht, hè? Ben je dit ook? Je hebt ook een bitchy kant.